spent those long hot nights, yeah, until the sky turned blue. Wow. When I spent the summer on you. Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Vee. En ik ben Demi. En samen zijn we in de Utopia training. Vandaag is het super mooi weer. Gevoelstemperatuur 26 graden. Dus dat is super lekker. Wij denken dan meteen aan de zomer. En wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan alle Utopianen langs om te vragen wat hun zomerplannen zijn. Jamal, ja. Wat ga jij de zomer van 2018 doen? Familie, vrienden, bruin worden, sporten heel veel. Turkije. Zomer van 2018. En ik waarschijnlijk Utopia 2 aan het opbouwen. Ik weet het niet. Wat? Flash nieuws! Iva gaat zich opgeven voor Utopia 2. Wat vinden jullie daarvan? Zijn jullie ook nieuwsverslaggevers van Boekrep TV? Nee. Wij maken een Utopia video over alle leuke Utopiaanse 2018 zomerplannen. Ik ga vooral heel veel zonnen. Heel erg veel genieten van het hopelijk mooie weer. En ik ga op zoek naar de perfecte kandidaat om de rest van mijn leven mee te delen. Ik ga keihard werken. Waaraan? Aan mezelf. Wat dan? Nee, ik ga denk ik, als het allemaal mee zit deze zomer, ga ik eerst even op vakantie. Heel eventjes maar. Misschien een maandje of drie. En dan daarna ga ik aan het huis verbouwen. In de zomer van 2018 ben ik thuis, want dan is Utopia helaas afgelopen. Maar ja, ik heb hier iemand fantastisch ontmoet en dat is mijn lieve vriendje Chip. Vandaag staat op een shirt No Bay No Problems. Dat betekent, ja, hij is er vandaag niet, dus ik heb vandaag geen problemen. Maar ik weet dat hij thuis op me wacht. En als ik dan thuis ben deze zomer, dan ga ik lekker chillen. Fulltime chillen met Chip in de zon, met Demi. Ik zeg billen in het zand, kokosnoot in je hand. Laat de zomer beginnen! Wat ga ik doen in de zomer van 2018? Utopia 2. Terrasje, zwembad, bronzen, lekker eten, in bed met een beeldschone dame. Dan ben ik denk ik druk bezig in het festivalseizoen met voetdruk. Als ik niet in Utopia 2 zit. Eerst op vakantie met mama en Robin. En op vakantie met papa en Marjolein. En als ik dat allemaal gedaan heb, ik ben lekker tot rust gekomen na 2 jaar Utopia. Dan ga ik denk ik me richten op waar ik ga wonen met Jamal. Het samenwerken met Bas. Zomer 2018 ga ik vol chillen met Branko, Elise en Luna en Yara. Maar die zit waarschijnlijk in het buitenland voor modellenwerk. En natuurlijk met Senna. En met jou en Chip. En ik heb zin om naar heel veel festivals te gaan. Lekker feestjes te pakken en met onze familie te zijn. En voor de rest gewoon fulltime chillen. Vakantie met de kindjes en met mijn vrouw. De zomer van 2018. Iedereen heeft leuke dingen gepland. Het wordt vast een hele fantastische, heerlijke zomer. Warme zomer. Leuke zomer. Chillen zomer. Festivalzomer. Vakantiezomer. Familie- en vriendenzomer. Noem het maar op. Wat ga jij deze zomer doen? Laat het Jonner weten. Vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet vooral niet... Twinning is winning! Doeg!